Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En vandaag beginnen we met de tweede winnaar. Ja, ik kijk jou aan, want jij had gereageerd, maar eigenlijk... Ja. Heb jij hem gewonnen? Ja. Of heb jij hem gewonnen? Samen. Jullie samen. Hebben hem samen gewonnen? Ja. Okay. Ik ben Jeffrey. Jeffrey, ja, Jeffrey. Yes. En... Miranda. Miranda. En zijn vandaag... moeder. Leuk, moeder en zoon. Ja. Yes. Jullie doen veel samen, hè? Alles. Alles. Bijna. Leuk, leuk. Ja. Nou, we gaan vandaag zoeken in jullie omgeving. Superleuk, spannend. Ja, voor mij is het ook een beetje nieuw. Ja. Want ik weet deze plek totaal niet. Dus voor mij ook nieuw. Nou was het wel zo dat ik met een hele grote, stoere bericht zei van... Ik zorg wel voor een leuk veldje bij jullie in de buurt. Ja, ja. En dan gaan we kijken of er bij jullie ook wat te vinden is. Nou, dat viel natuurlijk een beetje tegen. En ik dacht, ik ga niet een halve dag rondrijden om toestemming overal te gaan vragen. Dus ik heb wat voorwerk gedaan. En alvast een toestemming geregeld voordat we überhaupt hier waren. Ja. Neemt niet weg dat ik niet weet wat voor toestemming het is. Ik weet niet wat voor land het is. Dus ja, kan niks leggen, kan heel veel leggen. We gaan het zien. Ja, jij loopt met de AT Max. Yes. En ik heb solidair een Gerrit meegenomen. Ik heb de Apex bij me. En we gaan wel zien. We hebben... Nou, eigenlijk best wel veel, want dit zijn allemaal kleine kampjes, zo. En dan tot aan die loods daar, zo dit stuk, daar kunnen we allemaal zoeken. Nou, tot nu toe is het nog geen wilde. Ja, we zijn net een kwartiertje bezig. De eerste vondst is een kogelhuls. Ik denk Tweede Wereldoorlog, gok ik. Ja, zeker weten. Zoals jullie weten, ik ben niet zo onwijs bekend met... Militaria of met wapens. En dat wou ik zo houden. Maar het is een kogelhuls. Is dit dan het tweede ding uit de Tweede Wereldoorlog? Ik sta me voor ons te filmen. En ondertussen worden er ook foto's geschoten. Ik voel me eigenlijk helemaal een soort royaltyster. Maar goed. Ja, hier zijn we eigenlijk niet echt naar op zoek. Maar het is even niet anders. Kijk eens eventjes, de sleutel van een klok. Ja, het is heel moeilijk te zien, want er zit echt een koeklaag op van hier tot Tokio. Maar, ik dacht eerst dat hij van ijzer was, maar dat is hij zeker weten niet. Springen in het veld, helemaal dol. Joy. Maar we denken een stuiver. Maar hij kwam net uit de grond en toen zat er allemaal modder op. En toen was hij heel vies. Toen dachten we, hey, we hebben de eerste munt. Sorry. Maar ja, ik vind het heel vervelend dat het vandaag gebeurt. Maar ja, zo zie je me weer. Je hebt het niet altijd in de hand. Kijk, ik ben de 40 alweer gepasseerd. Dus ik heb eventjes gevraagd. Kan jij het zien of niet? Nee. We denken... Ik dacht eerst dat ik een zilver dubbeltje gevonden had. Maar toen zag ik al dat groen erop komen. Dus ik denk dat het gewoon... Oh, ik moet ietsje verder weg. Ja. Ik denk dat het gewoon een cent is. Een gewone cent. Je weet wel, waar je vroeger met kaarten... Dat je die in een potje deed. Maar nee. Ik denk gewoon een cent. Ongelooflijk, een prachtig signaal. Ik ben bijna in China. Ik kan bijna wat eten bestellen. Voor een stukje draad. Ja, er zit er eentje hier keihard te lachen. Oh, mooi. Oh. Kijk, er is een muntje gevonden. Wat heb je gevonden? Een leeuwenzeentje, ja. Ja, en het is goed te zien dat het een leeuwencent is. Leuk. Ja, zeker. Heel leuk. Top, dus het ligt er wel. Ja. We moeten alleen beter zoeken. Misschien dat het is. Leuk. Kijk, Jeff die kan helemaal niet meer stoppen.
die blijft maar doorgaan. Wij gaan ondertussen eventjes wat eten. Ja. En nou gaat alles een beetje anders als gepland vandaag. En nou krijg ik een gevulde koek. En zo autistisch als dat ik ben, kost het me heel veel moeite. Hij is vierkant. Ik heb nog nooit een vierkante gevulde koek gehad. Maar ik ga ervan uit dat hij heel lekker is. En ik vind het heel lief dat je dat meegenomen hebt. Dank je wel. Anders zou je op de koffie komen, hè? Ja, dat is waar, ja. Ja. Want jij bent een echte natuurliefhebber, hè? Ja, heel erg. Ja, want jij spot vlinders, nachtvlinders? Ja, nachtvlinders en rupsen. En wat is het verschil dan tussen een mot en een vlinder? Ja, dat is eigenlijk een beetje een scheldwoord voor een nachtvlinder eigenlijk, een mot. Oké, dus motten bestaan eigenlijk helemaal niet? Nee, je hebt de klerenmot van vroeger, zeg maar, die in je kleren zit. Ja, zo, wat een klerenmot. Ja. Oké, ja. Dus het woord mot is eigenlijk een soort verbastering voor nachtvlinder. Ja. En die zoek jij? Ja. En die maak je een database van? Ja. Of in ieder geval... Waarneming.nl. Ja. En zo weet je een beetje wat er speelt in Nederland qua nachtvlinders. Ja, absoluut. En er zitten hele bijzondere soorten tussen, hè? Ja, hele mooie, hele zeldzame. Alle kleuren van de regenboog. Ja. Doen. Nou, blikjes bijna op. Ja. Gaan we nog wat nieuwe blikjes zoeken? Ja, heel veel blikjes gevonden, ja. Echt, hè? Voor de mensen die vaker naar mijn filmpjes kijken, die weten dat ik gek ben op die afdruk. Dat vind ik zo geweldig. Alleen, ik ben bang dat de afdruk langer houdbaar is als het product. Rolmops. Gemaakte haring rolmops. En hier staat beperkt houdbaar. Dat is jammer. Wat ik had liever gezien, tenminste houdbaar tot. Want dan had ik een datum. Maar goed. Het is in ieder geval een vrouwenklederdracht. En iets meer richting historie hebben we nog niet gevonden. Dus dit is alweer een knaller. Mm-hmm. Zo kwam die trouwens ook over met de metaaldetector als een knaller. Je gaat het niet geloven. Weer een potje haring. Oh, ik hou hem nog verkeerd om ook. Net hadden we rolmops. En nu hebben we gemarineerde haring. 480 gram. Ongeveer 6 tot 8 haringen. Beperkt houdbaar, koel bewaren. Dat is een hele mond vol en het interesseert jullie waarschijnlijk helemaal niks. Weer een potje haring. Terwijl ik met lichte humor mijn teleurstelling probeer weg te stellen. Want het is tampers daar weer. Nou, kijken wat het is. 5 cent. Ja, 5 cent. Nou ja, het is in ieder geval een muntje. Ja. Kijk, daar hebben we weer een muntje in een kluitje. Hou jij hem eruit? Yes. 1 cent. 1 cent. Uit? Oh, dat kan ik niet zien. Kun jij dat zien? 1956. Oh. Oké. 1 cent, 1956. Nou, dat komt wel een beetje overeen met de rest van de vondsten natuurlijk. Kijk, toch nog een stukje versierd lood, ja. Ja, dus het is aan twee kanten, dus dan is het niet beslag. Als het aan één kant vlak is, dan heeft het vaak op een kast of op een stoel gezeten. Maar je ziet dat het hier aan twee kanten versierd is. En omdat het aan twee kanten versierd is, ja, is het waarschijnlijk een onderdeel van iets geweest. Leuk! Alsjeblieft. Oh, nog een stukje? Ja, misschien ligt de hele pot er wel. Oh, vind ik eindelijk geld? Laat ik het vallen. Een anemiekie. Een duppie. Dat konden we vroeger. Konden we daar een trekdrop of een zakje fireballs of hoe heette die andere dingen? Dummies voor de halen. Dat is helemaal top. We hadden een groenteboer en daar kon je voor 5 cent, voor 10 cent en voor 25 cent iets uitzoeken. Leuk hè, dat ik dat nog... dat blijft je bij. En dat is dan ook meteen het enige bijzondere aan deze vondst. Ja, het verhaal erachter. Hè? Het verhaal erachter, de memory remains, zeggen ze wel eens. Jeetje, Mina.
Ik kan me bijna niet voorstellen hoe blij... Je kan je bijna niet voorstellen hoe blij ik ben dat ik een lepel vind. En dan met de steel er nog bij. Die is dan afgebroken, maar dat deert even niet. Hé, hey, een lepel. Super. Vondst van de dag. Eindelijk. Ja. Het is jammer dat het niet op de video staat. Maar ik was een kluitje aan het verkrummelen. En toen zag ik hier de afdruk. Dus ik zei, ja, een muntje. Een muntje. Het is 1 cent. Is het een Willemscent of een gewone? Nee, het is een leeuwencent. Serieus? Ja, een leeuwencent. Oh, wat goed. Ja. Toch nog. Nou, het wordt een totaal hele andere video als dat ik verwacht had. Calvé mayonaise. Zijn er kijkers onder jullie die deze tube nog herkennen? Oh. Hebben jullie nog uit zo'n tube gegeten? En dan bedoel ik niet de tubes die nu in de winkel liggen, maar echt deze. Let me know. Er staat er eentje naast me heel enthousiast te springen. Want ik heb een gesp gevonden. Maar ik vind het ook best wel sneu hoe de dag verlopen is qua vondsten. Want het was best wel heel erg gezellig. We hebben onwijs gelachen en we hebben het best wel heel leuk gehad. Maar de vondsten, ja, die vielen een beetje tegen. Dus ik geef de bukkel, geef ik aan jou. Ja, alsjeblieft, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Een hele toffe dag. Daarom. Dit was hem weer, aflevering van vandaag. We hebben eigenlijk best wel heel erg leuk gezocht. We hebben best wel heel veel lol gehad en we zijn lekker buiten geweest. Ja. Uiteindelijk een muntje of... Zes? Zes, zeven. Ja. Muntje of zes, zeven en een gespie en een dingetje en een frommeltje. En heel veel rommel, maar ja. Ja. Het is niet alleen maar weelde. En nee. Dat kan je nou helemaal niet van tevoren bedenken. En we hadden dit stukje land wel van tevoren gereserveerd. Tenminste, toestemming gekregen. En we zitten nu niet in een omgeving waarbij we eventjes adequaat naar een andere plek kunnen gaan. Dus ja, het is ook niet zo dat we van links naar rechts kunnen vliegen als het niks is. Nee, het is niet anders. Het was superleuk. Dus dit was hem even. Ja. Hartstikke bedankt voor het zoeken en voor de tas. Maar het zoeken was het leukste. Ja, echt ja, dat hoor ik de hele tijd. Ja. De volgende keer, de volgende prijs doe ik gewoon zonder tas. Alleen maar zoeken. Ja, want ja. Mensen vinden het zoeken blijkbaar toch leuker dan de tas. Ja. Het is ook leuk. Maar hartstikke bedankt, Ruud. Ja. Ik wil jou bedanken voor de gezelligheid. Ja, en voor de leuke dag. Ik jou ook. En ik wil jou ook bedanken. Jij ook. Voor de gezellige dag. Ontzettend bedankt. Heel leuk. En, vergeet het nooit meer. Nee. Vonden jullie het een leuke video? Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet even te abonneren. Daarmee support je mij. En dat vind ik weer heel erg leuk. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Yes.